die sfeer, hè, dat is het. En die sfeer hebben we natuurlijk al de hele week. Ik bedoel, op eerste en tweede kerstdag ga ik denk ik Pasen vieren. Dat lijkt me verstandig, want ja, we hebben al zoveel gehad, Nicolette. En we hoorden net, er stond een vrouw achter ons en die zei, meer van die muziek, meer van die muziek. Nou, ja, dat gaan we regelen. Maar dat is handig inderdaad. Want ja, als er een beetje een beat onder zit, dan kan je op het ritme van de beat kan je zeg maar inpakken. Dus ik hoop dat de takkenwijven dat zo meteen ook hebben. Maar ja, dat horen we zo meteen. Eerst hebben we Toos naast jou staan, Tjeerd. Ja, Toos, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je blij hier te staan? Kijk je je ogen uit wat er allemaal om je heen gebeurt? Ik vind het helemaal geweldig. Ja, echt super. Ja, je verwacht wel iets, maar dat het zo leuk is en zo geweldig en gezellig. Nee, hartstikke leuk. Je wordt er helemaal warm van, hè? Ik word er helemaal warm van. Maar dan word ik heel snel. Dat heb je wel. Ja, daar is niet zoveel voor nodig, hè? Nee, precies. Ik heb Til naast me staan. Ja, Til, ben jij net zo blij als Toos dat je denkt, nou, dit is geweldig? Ik denk snel van laat maar zitten, maar goede doelen zijn altijd heel erg goed. Nee, dat is een grapje. Nee, we zijn heel erg blij dat we hier mogen zijn en alle mensen die staan in te pakken. Dus dat is een super actie wat jullie hebben opgezet. Dus ja, we zijn hartverwarmend is het, hè? Ja, hartverwarmend. Nu vroeg ik me wel af, ik zag op mijn blaadje staan, jullie moeten zo meteen naar de takkenwijven. En toen dacht ik, wie moet zichzelf nou in godsnaam takkenwijven? Waarom? Waarom? Nou ja, dat is een beetje wat wij doen, het Nederlandse levenslied, takkenwijven. We kwamen ooit een keer op die naam en ja, wat is het eigenlijk gebleven? En het blijft altijd hangen, dus why not? En meestal zijn we wat minder aardig, hè? Wel. Mm. Zij met name. Hè? Ik wou net zeggen, we zijn eigenlijk heel lief. We heten wel takkenwijven, maar eigenlijk zijn we heel lief. Ja. Ach, zolang het maar geen takkenzooi wordt, dat is het belangrijkste. Precies, inderdaad. Ze gaan zingen, ze gaan zorgen dat iedereen je nog harder en sneller gaat inpakken. We vertrouwen op jullie, hè, dat een beetje echt de spirit erin gaat. Hier zijn ze op Radio West en AGFM, de takkenwijven. Dans, hè, Tjeerd? Ja, achter de camera. Blijf je staan. Blijf ze maar bij. Ja, gezellig. Jij ook. Schelen, want bij ons sta je nooit in de kou. En ook al ben je 65, schatje, wanneer kom je nou? Hey allemaal, kijk eens hier met plezier naar de takkenwijven. Hey allemaal, luister goed en geniet en zing met ons mee. Je ziet het goed. Want we hebben echt heel strakke lijven. Hey allemaal, doe maar mee en dan voel je je heel snel oké. Linda, dat is ook zo'n schone, die de mol doet het echt niet verkeerd. Maar in veel van haar programma's is geen hond echt geïnteresseerd. Nee, die liedjes die staan te zingen, dat is pas wat je noemt vette boel. En iedereen die kan ze zingen, schatje, is dat niet echt cool? Want we hebben echt heel strakke lijven. Ja. Hey allemaal, doe maar mee en dan
Ja, de takkenwijven volgens mij op Radio West in Den Haag. En we zijn weer terug, terwijl hier, dat is dan wel weer op